Meneer, kom maar samen, jongen, kom, mag ze keuren. Meneer, even keuren, jongen, kom maar. Hier, lekker terug, keuren ze even. Super mooie aardbevingen. Zou u een inschatting kunnen maken van hoeveel aardbevingen er dit jaar al in Groningen zijn geweest? Een inschatting? Ja. Hier? Ja, kijk, dat wordt gokken. Nou, een stuk of 20. Volgens mij 3 of zo. Ik vermoed 10. Nou, die schat toch ongeveer denk ik al een stuk of 10 als er niet meer zijn. 12? Flauw idee. 5, 10? Nou, ik durf niet te zeggen, maar misschien wel tegen de 10. Ik geloof 1. Dit jaar gewoon hoeveel bevingen? 4. 3? Oh, misschien wel een stuk of 20. Nou, ik dacht een stuk of 10 aan. 5? 5. Ik heb er niks van gehoord. Ik denk een stuk of 12. Nou, dan moet ik echt gaan gokken, maar ik zit nu dan denk ik op een stuk of 3, 4. Maar die zijn dan echt in het nieuws. Misschien 8 of 10, ik weet het niet. 40. Hé? 40. Wauw. 40? Ja. Okay. Ja. 40? 40. Jeetje. En bovendien minder gas uit de grond halen. Maar dat gas hebben we nodig om te kunnen verwarmen. We kunnen maar niet zo ander gas, bijvoorbeeld gas uit Noorwegen of Rusland, inschakelen. En op het moment dat het echt koud is, ja, dan willen we graag allemaal toch ons huis kunnen verwarmen en ook kunnen blijven koken. Maar het is niet goed om niet te kijken naar 7 miljoen aansluitingen in Nederland en 17 miljoen mensen die allemaal dat gas gebruiken om te koken of om te verwarmen. Minister Kamp zegt heel vaak, we kunnen niet minder gas winnen, want dan kan de Nederlander zijn huis niet meer verwarmen. Heeft u enig idee hoeveel procent van het gas voor de huishoudens is? Ja, ik gebruik alleen maar voor verwarming gas. Dus verder heb ik alleen maar elektrisch. De kook elektrisch, ja. Alles gaat vol elektrisch. Maar hoeveel procent denkt u dat voor alle huishoudens in Nederland is? Misschien 80%. Nou, ik hoop dat 80%. 80. Geen idee. Nee? Nee. 40%. En dan denk ik dat de helft voor de huishoudens is en de andere helft voor de industrie. Ik ben heel slecht in totaal. Hoeveel? 30. Geen idee. Ik denk wel 80%. Misschien toch de helft van wat ze daar. Hoeveel procent van het geproduceerde gas? Niet zoveel. Volgens mij wordt allemaal geëxporteerd. Daarom zeg ik, we leven in een heel goed land. Voor de mensen die daarnaast wonen en daarnaast wonen. Maar voor onze eigen medemensen is het eigenlijk niet zo'n goed land. 15% door de Nederlandse huis aan gas. Ja. Dus alles wat ze aan gas, dat gaat dan naar de industrie dan? Er gaat een deel naar de industrie, maar het overgrote deel wordt geëxporteerd. En dat de gas van Groningen, dat gaat allemaal naar het buitenland. Dat zal wel naar de grote gaan, hè? Of naar het buitenland. Want meestal alles gaat naar het buitenland. Ja. Zelfs de poen, die gaat naar het buitenland. Ja, ik wou net zeggen, want dat zijn natuurlijk wel leuke dingen, maar dat gaat zo allemachtig veel geld kosten als je die contracten overhoudt. Want ik weet wel dat er toen de gaste tijd toen veel ze goedkoop verkocht zijn buitenland. Ja. En dat hadden ze dus gewoon niet op te houden, blijf ik zeggen. Want dat heeft de kaas van de staat ook niet geholpen, dat ze het zo goedkoop verkocht hebben. Goed, nou, we zijn dus in Amsterdam, midden in Amsterdam. Mensen werken niet mee, ze willen niet. Nee, geen interesse, hoor je dan heel vaak. Heb ik het al veranderd in? Wilt u meewerken aan een onderzoek voor de provincie Groningen? Nee. Ja, meer andere leefwereld. Ja, maar ja, die gebruiken wel het Groningse gas. Ja, maar die weet. Dat maakt hun toch niks uit? En in het westen komt die deugd nou, dat is mij toch niet? Hè? Zolang het hun nog niet aangaat.
Vanaf welke eenheid op de schaal van Richter veroorzaken de bevingen in Groningen schade? Nou, als er zo'n 6 op de schaal van Richter zijn, gebeurt er heel weinig volgens mij. Alleen maar scheuren, dus dan moet dat toch nog erger zijn. Dan zeg ik 3,5. 5? Ik denk van 4. Die hebben we nog niet gehad zelfs. Oh, god. 7, kom maar. 4? Nee, natuurlijk niet. Dat is stout. Nee, ik weet niet. 6 nog wat. 3,5 of zo, 3. Vanaf 2 voel je ze of zo, toch? Ik dacht vanaf 4 of zo, 3. Nou, redelijk snel op de schaal. Nou, mag het misschien op 5 zijn, als het niet op 7 is? Ja, dat heb ik natuurlijk ook wel opnieuw gezien, maar dat weet ik niet meer. Dat zijn allemaal van die oude boerderijtjes, dat ik denk, ja, die staan toch al op instorten. Dat is ook geen wonder dat je scheuren in de muur krijgt. Hebben jullie enig idee hoeveel schademeldingen er al zijn gedaan? In totaal? Ik ga dan ik heb echt 100, 200? Honderden denk ik toch wel. Wel een paar duizend. 1500. Misschien 250. 1000, 2000. Dat komt er. Meer dan 1000. Ja, dat waren de 1600, 2000 zoiets. 5000? 6000 of zo. Ik dacht 10.000. 6.500. Een kleine 500 meldingen, denk ik. Oh, god weet hoeveel. Misschien wel 1500. Sowieso meer dan 2000. 1000. Nee, ik heb geen idee, werkelijk geen idee. 4000? Heeft u enig idee hoeveel schademeldingen er al zijn geweest? Nou, dat is gigantisch, want dat heb ik op de televisie gezien. Ze moeten hun huis helemaal stutten en noem maar op. Nou, dat vind ik echt, zelfs binnen moeten ze het stutten. Ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk hoor. Als je een objectieve schadebepaling wil hebben, dan moet je de NAM ertussen uithalen. Dat moet sowieso. Want dat kan niet anders. De NAM is nooit geschikt om een goed beeld te schetsen. Hebben ze wel, maar dat brengen ze nooit buiten. Nee. Dat kan ook niet natuurlijk. Dus als overheid zou je als eerste de NAM eruit moeten halen. Maar ja, de overheid en NAM is ook heel sterk verbonden. Dus dat is ook... Weten we ook hoeveel schademeldingen er al zijn gedaan? God weet hoeveel. Misschien wel 1500. 17.000. Oh, god. Ja. Er zijn er ook 8000 van gelogen, hè? Zou ik jullie een paar vragen mogen stellen? In verband met? De gaswinning in Groningen. De gaswinning in Groningen, ja, ik voel hier de trillingen. Nee. Zou u dan op het platteland in Groningen willen wonen? Ja, het is mooi daar. Maar, ja, natuurlijk niet met het gas natuurlijk, maar het is echt mooi wonen daar. Ik ben al een paar keer geweest daar in Groningen, maar het is best wel... Ik zou er best wel wonen, zou ik zo zeggen. Dus, met bevingen en al? Nou, zonder bevingen, maar als je gewoon normaal zegt van graag zelfs. Maar gewoon als je nu gaat kijken naar met gas, dan zeg ik van nee. Maar ik weet wel van de schade aan de huizen, dat zie je ook regelmatig. De mensen kunnen hun woning niet meer verkopen. Ik zou er ook niet willen wonen, niet. Nee, niet. Nee, niet een huis willen, ook niet als het een heel goedkoop huis is. Nee, ook als het een goedkoop huis is, niet. En zeker niet in Noord-Groningen. Ja, wij wonen hier in de polder en wij hebben er geen last van. Ja, nee. Ze willen hier gaan proberen met schaligas natuurlijk. Ja, dat blijft daar bovenop zitten, zou ik zeggen. Want eerst onderzoeken ja, en dan pas... Ik weet het niet. Ja, mag ik? Ja, dat is helemaal niet zo leuk natuurlijk. Maar onze kinderen willen zo meteen ook gas natuurlijk. Je bent zuinig op je huisje, hè? Ja. Ik denk dat bijna afbetaald hebben. Misschien wil je hem dan verkopen en dan lukt het absoluut niet. Ja, hoe denkt u dat het gaat met de verkoop van de woning in Groningen? Slecht. Ja. Gewoon slecht. Ja. Ja. Dat klopt. Dat ik klopt. Denk waar je dan ook komt, gaat het slechter. Ja. Denk ik sowieso. Ja. Als je dan hoort Groningen, dan ben je eigenlijk al, kijk je toch maar ergens anders.
Wat zou de regering moeten doen? Nou, gas vind ik op zich, ja, als het verantwoord is, zou er geen probleem zijn. Maar ja, onverantwoord, ja, als er mensen onder lijden, vind ik dat niet goed. Lijkt mij niet goed in ieder geval. En als dat zou leiden tot bezuiniging in Nederland? Ja, bezuiniging moeten we allemaal, dus ja. Alles krimpt in, dus dat biedtje kan wel denk ik ook nog wel bij. Als het ten gevolge gaat van andere mensen en anders minder schade, dus ja, dan neem ik aan, dat biedtje er ook maar bij. Ja, dan moet de regering moet wel over de brug komen natuurlijk, hè? Het gebeurt niet, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, zo zeggen ze wel meer in de nacht, waar ze niet naar komen. En welke maatregelen zijn dat? Ja, is er niet een bepaald bedrag per gedupeerde? Is van 5000 euro of zo? Ja, ik geloof dat meneer daar niet zo mee bezig is. Want wij kunnen de, als gewone mensen kunnen daar toch nooit niks tegen doen eigenlijk. Ja, volgens mij gaat het wel gewoon door en iets minder snel of zo. Maar ja, ik had wel door dat het niet een goede oplossing was. Nee, de minister zegt steeds op televisie tegen de rest van Nederland, als we minderen met gas, komt u in de kou te zitten. Ja. Maar dat klopt dus gewoon niet. Nou, weet je wat het is? Als ik bij mijn vrouwke ben, dan heb ik het gloeiend heet. Dan heb ik het niet koud. Dan heeft u geen gas nodig. Ik heb geen gas nodig. Ik geef zelf al gas. Ja, opnemen. Ideaal zijn om dus alle zonne-energie, op een natuurlijke energiebron, om die goed uit te testen. Ja, ja. En te, heb je één mooi groot gebied om dat te doen. Ja, ja, dat is het plattegrond op een kroon is daar geschikt voor. Kijk naar Machtel in Spanje. Die hebben, ik weet niet hoeveel hectare aan zonnepanelen. Die energie wordt doorgestuurd naar het buitenland, want die verkopen ze. Maar die hebben daar echt hele wij tussen de bergen in, zie je daar, ik weet niet hoeveel velden alleen maar met zonnepanelen. Ja, ja. Kan in Groningen ook. Er is zoveel land eruit, hè. Zet hem mooi aan toe. Allemaal van die zonnepanelen. Je kunt grote velden met zonnepanelen. Gewoon op de grond, dus dat zie je niet. Nee. En je kan net zoveel stroom opdekken. En ik denk dat, dat wordt altijd gezegd, er moet eerst moet die, de kalf verdronken zijn voordat de put gedempt wordt. Zo is dat gezegd altijd. Zo voelt dat bij ons ook. Ja, ja, ja. Ik denk, het moet eerst op doden vallen voordat er iets gedaan wordt. En regeren is vooruitzien.